Kijk, wij Rotterdammers zijn trots en in het bijzonder op Rotterdam-Zuid. En hoe gaaf is het dat Koningin Maxima projecten op Zuid bezoekt om te zien hoe wij aan de weg timmeren. Jeugd, ouderen, Rotterdammers van alle kleuren en geuren die samen proberen stapje voor stapje Rotterdam-Zuid beter te maken. In projecten, samen met het bedrijfsleven, wijkorganisaties en in het bijzonder het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Stijnde. Het is Koningin Maxima in Rotterdam-Zuid. Even die daar hoeven voor mijn ijs gemonden. Wat ga je zo doen? Praten. Nee? Majesteit. Oh jee, ben je wel eens eerder gedaan? Nee. Ik ben zenuwachtig. Ach, super spannend, hè? Ja, inderdaad. Ik kan me dat voorstellen. Ja. Vragen voorbereid? Nee, helemaal niks. Ja, gewoon lekker beppen. Gewoon lekker. Op z'n Rotterdams. Exact. Hartstikke goed, oké. Okay. Succes. Dank u wel. Het laatste station van de tour van Maxima, Koningin Maxima, is bij het Albert Aak College op de Roosstraat. Waar leerlingen bezig zijn, Rotterdammers, jonge Rotterdammers, om de opleiding af te maken. En vervolgens soms met een aan de bak garantie, diplomaatje op zak, al gelijk aan het werk te kunnen. Dus wij hadden ons daarop voorbereid. En toen kwamen we hier binnen en toen zeiden ze, nou, we hebben nieuws. Niet Miscom is kom, maar de koningin komt. En toen? En dat was het. Oh my god. Het was een innoverende middag. Enorm trots dat Lijkje Wijk speciaal was uitgenodigd om mee te mogen maken. En hopelijk hebben jullie genoten. En, Rotterdam Zuid, geen gezeik, Lijkje Wijk. Maxima, bedankt. We zijn super trots dat het uit zijn mond is geweest. Lijkje Wijken!